Hey yo. Hier komen we met die snor! Zit toch in mijn melk uit te blazen, man. Oh, oh jongens, kijk eens, wat een sneeuw. Het sneeuwt, eindelijk, het sneeuwt! Nee, maar dat is niet het enige waarom ik blij ben. Kijk eens naar mijn bankaccount hieronder. Ja, zoals jullie zien, 190k, dat betekent dat we die range eindelijk hebben verkocht. De range is eindelijk eruit, iemand heeft hem gekocht. En ik hoop dat hij heel blij mee is, maar ik ben in ieder geval heel blij ermee dat hij weg is. En ik zit hier in de auto met Rocco, man. En dit is Rocco's auto. Rocco, vertrouw je mij? Ja, toch. Gewoon eerlijk. Oh. Oh, kijk hoor. Ja, maar dan komt er sneeuw. Komt er nog sneeuw. Wow, het is wel moeilijk rijden, man. Kijk, oh. Oh, nah, brada. Bro, weet je wat, rij jij maar. Wee, yo. Maar hij heeft nu... Bro, nee, hoor. Die wagen is... Besef, je hebt hem net gerepareerd. Bro. Gelijk. Ja, bro, ik weet dat ik niet heel goed kan rijden, maar dit is echt sneeuw, man. Dit is de eerste keer dat ik in sneeuw rijd, hè? We kennen we weer dat naartoe. Oh, moeten we naar de AWB. Gadverdamme, zeg. Daar heb ik zin in. Hey, maar eerlijk bro, die dread van mij, het ziet er wel gek uit, hè? Gek, Luc. Ik denk niet dat ze me gaan herkennen, hoor. Maar ik moet eigenlijk ook mijn stem erop aanpassen, maar ik moet een beetje Jamaicaans gaan praten, man. Ja, man, muziek. Gewoon Rastaklaat, Papaklaat, wind the cocky like a freaking dial gun. Oh, jee. Ja, man, we zijn er, man. Laat maar eens even bellen, trouwens. Oh, wacht. Hey, dit komt goed uit. Wacht, ik moet wel, ik ga even die Jamaicaanse accent. Dat moet wel. Rastaklaat, Bambaklaat, wind the cocky like a frikandel. Ik wil hem eens even rustig doen. Even rustig doen? Kan je even helpen met repareren hierna? Dat is voor jou gelijk een dubbele klus. Dubbele klus, ja. Een dubbele zoveel geld. Wat zijn die zagen? Hé, niet die vuisten bij mij omhoog doen, hè. Wat zijn die haren, man? Wat zeg je te zeuren, man, gek? Spaghetti of zo, bro. Wow. Luister dan, sorry. Wil je net zo fokt op als je auto raken? Nee. Oké. Maar ik moet ja, alsjeblieft naar de kapper, man. Dat ziet er niet uit. Bro, nog één keer en ik geef echt een vuist op je achterhoofd, daar word je helemaal eng van. Sorry. Ja, nou, dat is er echt niet uit, man. Sorry. Oh, bro, wat is jouw kenteken? Nee, dat is echt, man. Wat is jouw kenteken? Nee, bro, dat is echt. Lieve kenteken, man. Hey, het is geen helemaal privacy, hoor. Oh, je bent Vosken, hè? Ben jij een Vosken? Rastaklaat, Bambaklaat, vraaaat! Ja, dat is lastig, hè? Je niet alleen fucked op, maar je hersenen ook. Hey, bro, luister dan. Beter rij je gewoon door. Ja. Dit is je laatste waarschuwing. Hey, Rocco, doe die kogelbak open. Ik ga die gun pakken, man. Welke gun? Bro, stap uit dan. Dat is fijn naar huis, doe voorzichtig. Hey, ANWB. Ja, dat ben ik. Bedankt man, we kunnen weer Pandy Road. Pandy Road, ja? Kunnen we rond? Ja, dat is wel fucked up, man. Of leg je daar weer met je pakkers in het hekwerk? Ja, Yo, ik moet echt meer dingen leren, man. Ik kan alleen maar wine like a frikandel. Ja, nou ja, flex. Met Jamaica's is niet goed. Ja, wel goed dat we gewoon dat ANWB'tje toevallig op de weg was, man. Larry heeft me ook nog bericht. Even kijken of hij nog actief is. Hij is ook van de gang. Ik had IJs toen ook gesproken. En hij zei wel dat hij gewoon cool met die gang was, man. Want dat is cool, gewoon geen probleem meer, toch? We kunnen gewoon... we gaan hier rollen met de enemy. Hallo. Hallo, met Peter Piet. Ja, Peter Piet. En Vakka. Vakka, alles goed? Rustig, man. Dus ik hoorde je had zin in actie. Natuurlijk, ja, wie niet? Ja toch, ik ben wel met een maat van mijn gang, ben ik, man. Oké, zit je in de gang? Ja, mijn eigen gang, man. Code 2, man. Oké dan. Code 2 gang, man. C2G, je weet toch? Lekker. Zullen we een beetje op pad gaan? Ja toch, ik ben cool, man. Oké, ik haal stuur mijn locatie en haal ik je op. Ja toch, en bro, alsjeblieft die snaven. Nee, sleuteltje zal ik even thuis houden, toch? Oké. Ik probeer clean te worden, de groep was er ook blij mee. Nee, dat snap ik. Ja. Maar stuur mijn locatie, dan kom ik aan. Ja, stuur mijn locatie, man. Nee, jij moet locatie sturen. Ik dacht, ik kom naar jou. Laat me even naar jou toe komen, dan kan ik die maand van me ook even die mooie villa voor jullie laten zien, man. Oké, ja, is goed. Rastaklaat, Bambaklaat, ik stuur mijn locatie! deze gozer die gaat ontmoeten is ook zo gek als het deur. Hij heeft wat snaafprobleempjes, man. Meneer. Gooi de miauw. Yo! Wie is dit? Is het Peter? Wat? Fakka. Rastaklaat, Bambaklaat. Hoe
kom ik jou hier ineens tegen? Zeker, dat is hey, bro. Oh, wat, Larry? Ja, fucka. Maar hoe kom jij in, hè? Hoe kom jij in? Bro, nee, dit is echt te toevallig, man. Bro, ik was alleen maar aan het lopen. Ik kwam ergens daar de stad in, kwam ik ingevlogen. En ik kwam echt in the middle of nowhere. Ah, shit, ik wou een miauw op jou gooien, man. Maar dit is echt de code 2 auto. Nah, nee, dit is de auto van Rocco, man. Van mij, man. Dat komt nog wel goed. Ik moet verkocht worden. Ja, zo. Wel off-roadbandjes en zo, ik zie het. Ja, ik zie het. Hey, kan je me bij garage afzetten? Dan gaan we daar even naar het huis. Ja, toch? Hier achter is het volgende. Bro, maar luister dan, bro. Meer toeval dan dit bestaat echt niet, man. Ik snap het ook echt helemaal niet. Bro, dit is zo'n toeval dat mijn bodycam-kijkers er niet eens gaan geloven. Ik ben helemaal vanaf boven hier naartoe gelopen. Wat deed je vanaf boven dan? Ja, kijk, soms is er een fout door de stad. Als je de stad in komt, dat je in the middle of nowhere spant. Oh, je was in the middle of nowhere. Gevlogen. Ja, ik was echt. Ik heb iets van 10 minuten lopen. Ah, daarom shit. Ik pak hier even een autootje. Gaan we met deze auto heen of stappen jullie bij mij in? Ja, dan stappen we bij jou in. Hoe? Rocky? Rocco. Rocco? Rocco. Ja, man. Hoe spel je dat? R-O-C-C-O. Oh, Rocco. Ah, ja, man. Aangenaam, man. Ik ben Larry de Snijpduif. Ja. Maar vandaag heb ik uit voorzorg maatregelen, omdat we niet willen vliegen en we willen geen gekke dingen. Nou, misschien wel later, maar ik zal nou even pauze nemen voor jou, Rocco. En voor Peter Piet natuurlijk. Hey. Larry, wat is dit? Bro, ik wist niet dat je ging kijken, man. Oh, man. Fuck. Nee, man. Blijf er vanaf. Ja, maar nu... Je brengt me in verleiding. Doe dat even het dashboard verdicht. Nee. Je moet het... Oh, ik ben hier te ruiken, gek! Oh, nee. Ja, hij heeft het vastgepakt. Daar gaan we! Helemaal gek. Hou hem in mijn dijk! Oh, nee, het is weer zover. Oh, ik moet even afkoelen. Afkoelen, jongen. Ik ga wel lopen vanaf hier. Rocco. Ja. Nou. Oh, bro, ik ga even afkoelen. Ik ga even afkoelen ook. Oh, man. Ja, boah. Dit is helemaal warm, ja. Oh, man. Rocco, man. Kom eens heel gauw die auto uit. Oh, nee, wat gaat er nu weer gebeuren? Laat die snorres van jou zien. Wat zie... Ja. Nou. Afblijven van mijn spul, hè? Hebben je wel door? Ja, sorry hoor, maar dat moet af en toe gebeuren. Wat is dat, Rocco? Nee. Zit je er ook al aan? Ja, dat zit niet, in code 2, hè? Dat zit in code 2. Alles ging door de lucht. Ja, dat is wel zo. Het vloog wel echt door de lucht. Oh. Ja. Hé, hey, maar... wat is dit nou? Ineens geswiped. Excuus. Hé, wat vind je, Larry, van mijn... Kijk me eens aan, man. Je bent veranderd, man. Ja, wat vind je van mijn... Ja, boom. Waar ben jij heen geweest dan? Er staat een gevangenisstraf van, denk ik, 400 maanden boven mij hoofd, man, als ik nu gepakt word. Dus ik heb even een pruik op gedaan. Ja. Alleen het accent wil nog niet helemaal lukken. Dus ik gooi je altijd rastaklaat, bambaklaat, je weet toch? Oh ja, daar komt wat meer geloofwaardig over. Ja, toch? Wine like a frikandel! Ja. En dat haar dan, hoe heb je dat zo snel gekregen dan? Hoe is dat een pruik? Nou, dat is gewoon een puikie. Oh ja, ik dacht al. Wat heb jij op je bolletje gesmeerd? Nee. Mij dat ook maar. Oh, babaklat! Babaklat, rastaklat! Hij is meer een pelikaan of zo. Meer een vogel of iets. Oh! Oh, dat is sneeuw, man. Nee, dat komt dat is een snaaf van je. Ja, ik zie je echt overal snaaf. Oh. Op de weg, jongen. Ja, er gaan ook wel geruchten door de stad, hè, dat je gewoon de hele dag langs de weg gewoon alle sneeuw in je neus zit te douwen. Ja, ik weet af en toe het verschil niet meer. Oh, man. Wat krijg je dan, hè? Oh, daar gaan we weer. Maar dit is wel de laatste waarschuwing. Als je nog een keer gaat snijven, moet ik echt uitstappen en verder lopen. Ja, kijk, dit is de afstand toe. Oh, jee. Het is wel echt een nadeel, man, van dit huis. Echt weg, jongen, waar je helemaal trots schiet. Oh, meneer heeft de villa zitten klagen over de weg. Gadverdamme. Wow, de rat eet nog net niet uit mijn koelkast, man, gek. Als je mijn appartement ziet. Dan zit jij te klagen met je mega villa. Nou, hij staat op de invalide plek. Voor jou, Rocco. Ja, toch? Goeiedag. Goeiedag. Hey Peter, dit is Pablo. Hey Pablo. Pablo de kakker. Oh, hey Roderick. Hey. Hey, proefkeurig, jongen. Hij is hier de eigenaar van de wijngaarden hier ook. Oh, ja. Lekker, hè? Mooi, hoor. Ja. Ah, het blijft een dik huisje, dit, hè? Ik ga even wat pakken uit de auto en dan kom ik eraan. Heb jij wat op zak? Ik heb mijn, kijk eens, mijn gouden ringetjes. Oké, pas op. Ik heb een knuppeltje.
Dat is Dino van Peter. Oh, hey, is dat nog steeds mijn knuppeltje? Ja, ja, ja. Hey, jongens, voor de mensen die het gemist hebben, ik heb dus in de lijst. Die aan Rocco, oké? Okay? Daar hebben jullie in ieder geval bij wat. Oké. Ja, is goed. Stakijzen. Voor de mensen die het gemist hebben, ik heb een keertje in een livestream dus met de... Hey, haal die wapen weg! Dat is niet de bedoeling, dat is niet de bedoeling. Nee! Oh shit. Oh, ik dacht dat we gedropt werden. Ah, dat is een mooi knippeltje dit. Ja, pas op dat je niet de verkeerde spier gebruikt in je leider. Meester zijn erop. Nee, hij is niet mijn, ik ben niet zijn leider. Wij zijn, hij is een van de co-founders. Oké. En wie, wat voor functie heb jij dan, Peter? Ja, we zijn gewoon mensen code 2 geven, man. Oké, ja. Wie is dit dan? Het is Toepak, man. Oh, yo. Oh, wat is dit nou weer, jongens? Ik wil weg van hier. Oh, kijk je naar je schoenen, man. Bro, dit zijn toch gewoon de patas van het jaar, of niet? What are those? What are those? Ik heb die koud, Toepak. Kijk hier, joh. Als je met deze punts hopt, man, hoehoe, direct plat op de grond, man. Je hebt wel een Toepak, je hebt wel een sixpack. Ja. Ja, oh, die woordgrapjes van jou, man. Ja, dat is een flow. Moeten jullie die woordgrapjes gewoon accepteren van hem? Altijd. Ach. Ja, dat moet. Laat hem maar even snel gaan, want ik word nou alweer. Ja, toch? Zo, jongens, we gaan aan. Zo, maar Rastakat Bamba Club, wat is de planning? Ja, toch! Nou, wat eigenlijk de planning is, we gaan kijken naar mensen die drugs aan het verkopen zijn. Weet jullie een beetje hoe dat eruit ziet? Ja, ik heb een en ander gezien. Oké. Ja, Rocco, weet jij het een beetje? Maar ik ga wel alvast zeggen, er is een gang die we wel echt met rust gaan laten. Dat zijn we matties van IJs en zo, man. Ja, daar zijn wij ook goed mee. Ja, zoiets bestond ik al. Maar ik moet het altijd even extra checken, toch? Ja, want anders moet ik jou een code 2 geven leggen, die wil je ook niet. Ja, ik ben laatst toevallig ben ik er bijna neergeknald door die groep. Oh shit. Dat verliep net goed af. Okay. Die meneer wou mij neerknallen, maar zijn wapen blokkeerde. Oh. Maar ze wisten niet dat ik het was. Ah, okay. Ik zat weer een beetje gek te doen. Maar alles is opgelost. Ja, alles is opgelost. Ah, okay. Heb je weer van, een beetje van de witte poeder gebruikt? Dat je dit ja, dit, pas dat wel, is ja. Een optie inderdaad. Dat het. Okay, ja. Oh nee, nee. Oh, achterin, man. Oh. Nee, dat dashboardkastje zit nog op slot hoor. Oh nee. We hebben natuurlijk Peter, die heeft natuurlijk het onzichtbare dingetje. Die laten we eerst een beetje gaan. Godverdomme. Ja bro, ja. Meen je toch niet? Nee, we zijn er aan toch op een klus, dan moet je gefocust zijn, man. Oké. Ja, dat is wel zo. Ik probeer je af te helpen van je drugsprobleem. Hey Rocco. Ja bro. Je hebt het toch een beetje in je baard zitten? Ja. Snor? Van daarnet. Ja. Als het echt nodig is, dan snijf ik je snor. Oh. Omdat jij het bent, man. Dat is echt... Normaal zou ik dat echt niet doen, hè. Dat is echt een kenmerk van een snuifduif, hoor. Die gaat echt heel ver. Ja, hier, kijk, hier kwam ik ook de stad in. Meneer. Wat is er? Mag ik een lift, alsjeblieft? Dan mag je ID-nummer... Wacht even. Hey. Ja. Jij met die goede auto, heb je mij niet een keertje geprobeerd te roven? Wat hè? Jij hebt mij voor mij een keertje geprobeerd te roven. Je had dezelfde auto nee, gedaan. Bro. Ik heb dat ik eens Oké, hoe heet je? Zikkel Dennis. Moet je mij die zien? Nee, oké, dan was jij het niet. Mag ik een lift alsjeblieft? Een lift? Want ik word hersenen. Mag ik, ja, dat mag. Mag ik even rijden, Larry? Even 2 seconden? Ja. Maar je moet oh, zit die sluiter? Hey! Oh. Bro, je weet te veel, hè? Hij weet te veel. Zo iemand zei het in de stad tegen me. Hey, Larry, stap even in. Jij weet veel te veel, gek. Hey. Even op de knietjes. Wat is je bedoelingen, meneer? Dat werd tegen mij gezegd, man. Ja, er wordt veel te veel gepraat in deze stad. Bij Lombek. Bij Lombek zeggen ze dat. Ga maar naar Lombek, dan hoor je dat. Ja, dan wil ik dus niet komen, hoor. Ja, maar vanochtend landde er ook iemand met een helikopter. Ga je hem blazen? Ja, dat zou ik ook zeggen. Gaan we hem blazen? Nee, ik zweer het je. Of gewoon knock-out slaan? Asje. Ik zit te twijfelen nu, hoor. Houd niet per se dood. Ik geef alles wat ik heb. Wat heb je bij je? Wat heb je bij? Eén zakje wiet, zeebaars, telefoon, water. Nee. Kijk, ik wil 1 zeebaars van je hebben. Dan laten we het erbij, oké? Oké. Hoeveel? 1. Wat is je ID? En laat me niet meer merken dat ik snuifduif word genoemd. Het gaat veel te rond. Hoe moet ik het dan noemen, meneer Laddy of zo? Moet ik net horen? Doe maar. Ik denk dat hij toch te veel weet, man. Trek het wapen. Hey, zit je nou te bellen? Aftappen. Ik werd gebeld. Je weet veel te veel, gek. Hey, opstaan. Oh, hij wil nog vechten ook. Hij wil nog vechten. Hey, Peter! Kom. Maar pam. Oh, hij is alleen op wijken. Oh.
Oh, hij kan wel aardig vechten. Kom op, Pete. Hij kan aardig vechten. Ik ken het, Pete. Wow, deze man heeft ook drugs op. Hoe kan hij twee zeg van die klappen op? Zeg het maar, als ik het niet. Nee, joh. Hoe kan dit? Oh! Slapen, jongen, slapen. Weg hier nu. Nooit vergeten, code 2. Code 2. 2. Hij is veel te veel. Ik zeg je eerlijk, voor zo'n 1 coin kon hij wel vechten. Ja, hij gaat wel een paar goede hoekjes. Maar Larry, hij had niet ongelijk. Zeg maar, je bent wel een staat. Maar hij zit op een gegeven moment bij de politie. En ontgaan, weet je. Ja. We hebben een groter probleem. En daar kan ik niet meer. Oh, ik ruik het al! Oh nee. Laat je me snoer maar rust. Rocco, even naar achter met het hoofd. Oh nee. Hé, hoezo pak je Rocco zijn baard vast? Wat is dit? Oké. Hey! Joh. Hier komen we met die snoer! Zit toch helemaal mel uit te blazen, man. Oh, fuck man. Ik ga helemaal stuk op deze gang. Was dat echt genoeg? Oh man, jongens. Rocco. Rocco, deze gozer is niet goed. Het gaat niet te goed. Hij is niet goed. Ik moet even nicotine hebben. Nicotine? Bro. Oh man. Dit is niet gezond, man. Even jullie niet een psycholoog ofzo, ik moet even... Psycholoog. Kan echt niet meer, man! Even rustig, man. Zeg maar... Hoe gaat het nou echt met je? Nou, niet zo in ieder geval. Snap ik. Oh, problematisch dit, man. Hebben jullie niet een... Wat moet je hebben? Een tante Gerda ofzo, die een beetje kan helpen. Tante Gerda? Wat is een tante Gerda? Ja, die gewoon een beetje weet hoe ik eraf moet komen. Ik rook het al gelijk bij Rocco. En dan moet ik gaan! Laten we gaan, waar moet je heen? We hebben een klus, kom op man. Ja. Kom op man. Geen tijd voor tante Gerda. Het is nou even over. Heb je genoeg op? Ja, het is nou even dimmen. Rocco, hou ook, als ik eenmaal naar je toe stuif of zo, gewoon weggaan, oké? Okay? Ja, dat is goed. Hey Rocco, sorry dat mijn eerste ontmoeting is met Larry, ik schaam me ergens een beetje voor. Ja man. Ik had zulke goede verhalen over je. Ja, excuses man. Ik kan me gewoon af en toe niet in bedwang houden, man. Oh jee. Nee, dan gaat hij weer. Rustig. Dat gaat goed. We gaan gewoon lekker de energie vinden in mensen, Rover. Niet hard, hè. Als we het over Rover hebben, is het praat op Vlaas. Ja toch. Even een beetje kijken, toch. Je ziet dat Camacho's. Camacho's die zaten mij vandaag lastig te vallen. Dus we gaan even kijken wat we kunnen doen. Als we stiekem wachten voor... Oh! Ze rijden iemand aan. Wat de fuck gebeurt daar? Vies, rijdt er iemand team aan, man. Oh. Rijdt iemand tegen aan. Ja, laten we die even stoppen. Ja. Hey, Camacho. Rocco, je moet... Oh! Rocco, blijf erin. Je moet niet te lang... Je moet uitkijken. Hey, jongens, luister dan. Wie zitten jullie allemaal aan te rijden, man? Dit is toch niet normaal? Wat? Wie zitten jullie allemaal aan te rijden? Dit is toch niet normaal? Wat aan te redden? Van mij is het ook niet expres. Ik krijg het speciaal terug. Hé, hey, ja, maar kom op man. Het is gewoon belangrijk dat jullie de les leren dat jullie gewoon moeten oppassen. Waar gaat die gozer naartoe? Wat een disrespect, joh. Spet, man. Hé, hey, doe eens even rustig, man. Hij is niet te kap. Hey, meneer, heb ik u aangereden? Hé, hey, meneer, ik heb een vraagje, man. Ja, man, heb ik plat. Hey, Peter. Kan ik even instappen? Ik heb shampoo te kopen. Hey. Ik wil even wat vragen, man. Ja, kunt u het vragen? Ja, nou ja, maar dat is een beetje. Wacht even, ik kom even aan deze kant van de auto. Zeg maar, heel eerlijk, hè, tussen ons, hè, als niemand ons hoort. Dit zijn van die drugsauto's, toch? Nee. Ik ben op zoek naar. Ik ben op zoek naar wiet, man. 1.1. Wat zeg je dan? Ik ben op zoek naar wiet. Ja. Ja, man, kan ik dat ergens krijgen toevallig? Wat zit die er allemaal? Ja, ik kan het plukken. Hè? Je kunt daar gaan plukken, ja. Maar weet u een locatie? Ja. Kan je me brengen naar die locatie? Ja. Maar jij plukt zelf ook, ik toch? Ik haar. Welk? Jij plukt zelf ook, toch? Ik pluk niet, hè. Kom op. Nee, sorry, man. Wat kan ik verder zeggen? Jongens, dit was niet een hele goede tactiek. Nee? Nee, ik probeerde Wat voor info probeerde je uit te halen dan? Nou, of ze drugsdealers waren of niet. Want dan mogen we ze rippen. Precies. Dan kun je het meerdere keren proberen, toch? Ik zeg altijd 3 man scheepsrecht, 4 man een lijntje. Maar jij zat ook heel net met je kutauto ernaast van... Ik hoor jou gewoon aan mijn kant, man. Oh ja, daar wordt hier iemand gepit.
Ik ga even kijken bij tweede hands. En als jullie iemand met een masker zien, hè? Of Verdekkende kleding. Hebben. Gewoon die kraaienkreet gooien. Welke Rocco, ik wil ook dat jij hem even voordoet, oké? Okay? Weet je een beetje met wat we te dealen hebben. Wat de, bro? Nee, dat kan even wat te dealen. Kom op, Rocco. Wat is dat dan? Bro, dat klinkt als een krein die in zijn aars voor jou laat maar zitten. Dat is zo. Kom op, even één keer goed, Rocco. Ik voel mij helemaal verloren zitten nou achterin die... Nee. Doe nog één keer. Vooruit, heb je een momentje? We gaan niet lachen, Als je hem gewoon goed doet. Oké. Ja, dat is niet om aan te horen. Oh nee, doe maar geen kreet. Ik heb één keer een koe zeggen, denk ik. Hoe koe? Van mij? Ja, nou, die is aardig. Ja. Dat is mijn oren. Mijn oren, jongen. Dat is gewoon sfeer. Die gozer is niet goed. Ik denk dat Ik kan er gelijk nog een beetje horen. Dat effect zit er nog steeds in.